Jongens, ik ben Jeroen. En ik ben Niels. Wij zijn Survivor & Coaches. Welkom bij aflevering 2 alweer van... Een potje klimmen bij. En vandaag zijn we in... Ruig. Amsterdam. Yes. Eva van Eesten, super tof. We hebben de jeugdtraining, we hebben volwassen training. Hartstikke gaaf. Let's go. Check it out. Let's go. Ik zag wat hindernissen hangen, ik ben heel benieuwd. Het ziet er gaaf uit op afstand. En Eva is vandaag bij ons en die wil ook nog graag wat zeggen. Dat ik er ook ben. Ja, Eva is onze diëtist, die heeft mij geholpen bij mijn Road to 1000. Gaat Jeroen helpen tijdens zijn triathlon 70-3. Ze kunnen niet meer zonder me. Zoals je ziet, deze jeugd is super snel. Dus ik moet er snel achteraan. Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Ga zitten. Je doet hetzelfde, spring je omhoog en trek je jezelf op. Eén, twee, zo. Ondertussen zijn we bezig met een warming-up voor de jeugd. Wat een atleetjes hier bij Ruig. Ze zijn net sinds mei begonnen dit jaar. Echt enthousiast groep, is leuk. Leuk. Ik zal hem snel weer meedoen. Like the video! Maakt het dan uit dat wij er zijn? Ja, ik denk het wel. Ja. Maarten? Ja, zeker. Ze zijn allemaal gretig ook om een run te doen. En dan hebben ze ook verhalen van jullie gehoord. Dus ze kijken die filmpjes. En dan zien ze ook, dat zijn echt mensen die wedstrijden lopen. Dus dat zit ook in hun hoofd. Ze willen allemaal heel graag. Ja. Maar door corona en de wedstrijden die zijn afgelast, kan het nu even niet. Kleine estafette met de focus op de voetklem. Binnenkort, weten zij nog niet, maar dan krijgen ze een diploma. En daar zijn we naartoe aan het toewerken. Basistechnieken, die ze gewoon veilig moeten laten zien. Spelenderwijs, helemaal nog niet dat ze gaan zakken of zo. Wel dat ze aan mij en aan andere trainers kunnen laten zien van nou, hier staan we nu. Maar dan ga ik met vol vertrouwen met hun ook naar een run. En dat is waar ze natuurlijk naartoe willen. En dan hebben ze natuurlijk een mega succesbeleving. En dat is waar we het voor doen. Voor die plezier op die gezicht. Ja, alles spelenderwijs. Veilig klimmen. Mensen willen allemaal meteen beginnen met de monkey bar, want dat ziet er natuurlijk het coolste uit. Maar dat is niet het verstandigst. Dus loopscholing, klimtechnieken, dat gewoon het mentale spel wat bij Survivor Run hoort, in weer en wind. Strijd tegen elementen. We zijn in Amsterdam, maar we houden wel die kernwaarden van de Survivor Run. En dat vinden we belangrijk. Heeft het speciale behandeling nodig omdat het in Amsterdam is? Of je zegt we proberen die kernwaarden vast te houden, is dat dan lastig? Nou, voor de jeugd bijvoorbeeld, voor de jeugd die hier opgroeit, groei je op in het groen of in het grijs. Hè? Dus, kom je uit een betonnen bak of heb je als kind al geleerd dat vogels fluiten en dat het niet erg is om 5 kilometer naar school te moeten fietsen. In de stad is dat toch anders. Survivor Run is dat wel. De mentaliteit is hier soms anders, maar als wij de kernwaarden van de sport gewoon zo houden, dan ziet iedereen ook het plezier ervan in en ook als community. Dat je daar met z'n allen heel erg veel van kan genieten. Dus. Ja, jullie hebben een cadeautje aan ons gegeven met de shirt. Dat vinden we eigenlijk wel heel erg cool. Maar we hebben eigenlijk ook een cadeautje voor jullie. En we hopen dat deze Benne van ons hier een heel mooi plekje kan krijgen. Dus misschien heeft hij een heel vet plekje. Dit is ons YouTube kanaal. We maken hele goede video's. En uiteraard komt hiervan ook een hele coole video. Dus jullie komen in beeld. Nee, duimpje omhoog! Want we hebben hoog bezoek. Vanavond zijn de Survivor Run coaches bij Ruig. Nou, welkom heren. Ja, dankjewel. Hoog bezoek. We zijn ook maar 2 gasten die gewoon een beetje klimmen en filmpjes maken. We hebben voor de Survivor Run Bond zijn we hier vandaag aanwezig. Ik loop even mee met de warming up. Dus even kijken hoe de volwassenen het vandaag brengen. Ik doe snel een microfoontje af, die heb ik niet meer nodig. Let's go. Dames en heren, bedankt hè. Was cool, was gezellig. Want we willen vooral inkijkje geven aan de mensen thuis van wat gebeurt hier nou. Dus we gaan straks ook gewoon lekker meedoen en van jullie horen wat jullie nou voor vinden.
En af en toe gooien we een camera in jullie gezicht en stellen we een hele moeilijke vraag. Dat vinden jullie vast niet erg. Ziet er ontspannen uit. Ik wil leren. We hebben geen handen nodig. Nope. Zie je wel mensen. 10, ja. Fuck. Wat is jouw taak in deze club? Secretaris. Secretaris? Ja. Kijk, is ook nodig. Wat vind je ervan om bij Ruig te trainen? Nou, er zijn veel mensen die Henken op deze club, dat is wel jammer. Wat is Henken? Weet je het niet? Ja, ik zag het ook al op het bord staan. Je moest 3 plaatsen terug als je aan het Henken was. Ja. Met gans bord. Ja, Henk is eigenlijk een beetje vals spelen, een beetje cheaten. Echt gebeurt dat hier? Ja, het gebeurt heel veel. Met name deze hoek zo. Enthousiaste club. Mooie baan. En de warm club zit lekker in elkaar. Dus vooral enthousiaste merken Maarten. Enthousiaste trainer, is leuk. Nou, we zijn in 2016, eigenlijk eind 2016, begonnen met de oprichting van de vereniging. Als vereniging begint het steeds populairder te worden in Amsterdam ook. Dus dat is hartstikke leuk. Maar zo'n langzame groei zitten we nu rond de 80 leden. En met de jeugdleden erbij komen we al naar de 100. We hebben natuurlijk wel een aantal pijlers ook voor de vereniging. Dat mensen veilig kunnen sporten. Heel veel plezier hebben in de survival in sport. Maar zelf ben ik als trainer wel een voorstander dat heel veel impliciet gebeurt. Dus niet te veel uitleggen. Dat zit al in de motoriek van de mens. Ruig over 5 jaar, dan hebben we sowieso een Nederlands kampioen KSR afgeleverd. 5 toppers in de LSR lopen. Dan hebben wij nog wel een aantal constructies er hierbij. Dan is onze jeugd 20 leden gegroeid. En we hebben voor de 4e keer onze run georganiseerd. Super. Daar droom ik voor. Ja. We gaan zo swing over challenge doen. Ik ben heel benieuwd hoe ze het vanaf brengen. Oké, onze swing over challenge gaan drie heren achter ons doen. In Leeuwarden is het al gedaan. Benieuwd wat zij in Ruigen doen. Gaan we beginnen, Maarten? Ja, je bent er klaar voor? Ja. Zijn we allemaal klaar voor, heren? In 3, 2, 1, go! Ja, het valt wel op. Ze vonden die 3 meter, maar niks. Kom op, Jelle! Zij pakken hem gewoon op ruim 3,5 meter. Ja, kom op! Tijd van de heren, 3 minuut 56, maar op balk volgens mij bijna 4 meter hoogte. Dat is echt knap. We gaan naar de dames toe. 2 dames, 33 swingovers in totaal. Zijn we klaar voor? Ja? Ja? Wie gaat tellen? Jij gaat tellen? Top. In 3, 2, 1, go! We zijn goed bezig. Nou. Toch geen 3 dames. Nee joh, dat is mijn vierde keer. Ik vind het training. Wil je even meedoen als derde dame? Ja, Maarten zei het net al. Zei, ja, je hoort ook niet bij Ruig, dus eigenlijk kan het dan weer. Come on, dames in 5 minuten 51, dat is echt niet gek. Goed gedaan. Dames, hoe voelen jullie nu? Training moet nog beginnen. Training moet beginnen, hoe voelen jullie nu? Ja? Was het leuk? Nee. Nee? Goed gedaan. Okay. Wij ronden hem af. Toch Jeroen? De batterij is ook leeg, dus we kunnen niet verder. Nou Jeroen, vandaag potje klimmen bij Ruig. Ja, dat was echt vet. Jeugd is nog druk bezig, wij sluiten hem alvast af. Nu er nog licht is. Ja, zeker. We gaan straks nog even bij de volwassenen klimmen. En dat heb je eigenlijk hiervoor al gezien. Nou, wij gaan er even vandoor, denk ik. We gaan er vandoor. Bedankt allemaal. Bedankt allemaal. Hey.